Hè? Wat deed je? Ik lukte er wel. Ik oh! Hè? Helemaal leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben vandaag weer met Sabrina. Hi, hi. En we hebben heel veel action snoep voor ons liggen. Mm-hmm. En dat gaan we allemaal testen. Dus, als je daar zin in hebt, doe even je duimpje omhoog. En dan mag jij gewoon kiezen waar we mee gaan beginnen. Oh. Dit vind ik heel interessant. Ja. Dit deed me heel erg denken aan... Twinkies. Twinkies, de Amerikaanse Twinkies. Heb jij ooit Twinkies gehad? Ja. Ja, ik heb er een half jaar gewoond in Amerika. Dus je weet hoe het smaakt, dus jij kan het vergelijken. Ja, alleen het is wel echt gewoon 8 jaar geleden. Ja, zo ziet het er, hè? Wow, wat groot. Echt een cakeje, toch? Oh, het ruikt lekker. Heel nep. Ik hou echt van nep. Nee? Ik weet niet, ik vind het te chemisch. Oh, ik hou van chemisch. Ja, ik juist niet. Wat? Yeah. Er zit niks in. Dit is de verpakking. Oh. Nee, dit is oh, je verwacht dat dit de inhoud is. Ik had echt verwacht dat er een heel dikke laagje whatever in zou zitten. Gewoon letterlijk alleen hier. Maar ik vind hem wel lekker. Hè? Huh? Hoe dan? Waarom heb ik hem wel? En hier zit gewoon helemaal niks meer. Ik ben zeg maar niet zo fan van neppe. Chemische dingen om uit te zeggen. Maar ik vind hem niet verkeerd. Ik vind hem wel erg lekker eigenlijk. Ik doe niet aan cijfers, want dat vind ik zoiets dat ik denk, nou, ik vind dit wel een 8, maar de volgende wordt ook een 8, waardoor ik dat geen 8 meer vind. Zeg maar, een lekker of een niet lekker? Ja, dit hij is gewoon lekker. Ja. Iets waar ik het minst benieuwd naar ben, zijn de wasabi peanuts. En dat komt omdat ik hou van wasabi. Mensen die mij langer volgen, die weten dat. Maar ik haat peanuts. Ik haat pinda's. Zeg maar, ik ben niet een hele grote wasabi fan. Nee? Maar wel een pinda fan. Oké. Okay. Ja, en ik haat alles wat te maken heeft met noten. Echt, ik lust geen één noot. Ruikt het heel erg aan wasabi? Nee. Het ruikt meer naar pinda. Chips. Gewoon een beetje... Heel erg, het ruikt echt naar pinda. Wat deed je? Ik lukte er aan. Ik vind het. Oeh, wow. Oh, hè? Oh, ja, ik kan. Ja, maar ook heel vies. Wat ja, maar ik vind hem voor mij, voor jou is het waarschijnlijk vies omdat hij naar wasabi smaakt en voor mij omdat het een pure peanut is. Voor mij, nee, als je niet van wasabi houdt, hij is sterk. En als je ook niet van peanuts houdt, eeuw, nee, deze vind ik vies. Nee. Ik kreeg hem niet eens, zeg maar, door mijn... Maar vind je het spicy vies of vind je wasabi gewoon vies? Ik vind, nou, het spicy vind ik niet echt. Ik kan gewoon wat pittigere dingen, niet te pittig. Maar ik denk, het is te scherp. Ik kan hem niet op mijn tong laten. Oh, ik vind het vies. Kom, we gaan drinken. Jij moet kiezen welke. Appelsap of wat? Ja, frisdrank met appelsap. Oké, en dit tango. Tango. Nou, allebei, we moeten toch wel proeven, zo eerst... Deze? Ja, eerst die, want dan als er nog iets vies is, dan kunnen we de volgende nemen. Ja. Eeuw, dit is echt te peanut. Dit is van Pommes. Ik vind hem wel lekker. Tadaa. Dus jij vindt hem lekker? Ja. Oh. Ik hou wel van appelsap. Dus oh, appels. Dit is Duits. Is het Duits? Ken je dat appelschorle of zoiets? Schorle, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Ik vind het wel lekker. Maar volgens mij krijg je zo appelsap als je het in Duitsland bestelt. Gewoon ik vind lekker. Ja, ik vind hem niet verkeerd. Appelsap met prik. Ja, dat is het. Gaan we weer lekker boeren. Yay! Maar deze valt wel onder de lekker. Ja. Zo deze. Ja, oh my god, dit is de eerste die ik zag liggen. Oh, kijk, oh my god. Donuts. Ja. Strawberry. Dit is volgens mij ook weer heel chemisch. Alles wat met aardbeien gemaakt is. Het is een two-pack, van allebei één donut. Unicorn edition. Het is wel heel leuk. Oh, nou. Wat dan eerlijk verdeeld. Ik mag geen sprinkles. Ik wil eerst even openmaken, want ja hoor. Er staat weer rijkelijk gevuld. Hè? Niks is gevuld. Hier zie je dit. En hier zie je dit.
Doe me een beetje denken aan de AliExpress versie van een roze koek. Beetje saai. Ik vind hem niet echt boeiend. Het is zeg maar niet verkeerd. Ik denk als dit onderdeel van je kinderfeestje of iets is. Ja, dat is leuk. Dan is het heel erg leuk. Maar het, zeg maar de verpakking is veelzeggender dan de inhoud ervan. En ik had ook echt wel een beetje verwacht dat er wat uitkwam. Nee. Een soort van jam of zo. Nee. Nul. 0,0. Nee. Maar ik vind hem niet vies. Nee, dat niet. Het ziet er wel leuk uit. Dus dat heb dikke pluspunten. Dat zeker. Maar om nou te zeggen yes. Nope. Nou, dan gaan we voor deze. Want die lijkt me ook vies. En ik weet niet waarom. Maar ik vind altijd als ik ijs bestel bij een ijssalon, vind ik de hondjes echt heel smerig. Het ligt eraan. Ik heb soms wel hele lekkere hondjes. Ja, je hebt echt van die kinderhondjes en je hebt koekhondjes. Ja. Zo. Oeh, het ziet er wel leuk uit. Hoe ga je dit eten? Toch? Ik heb geen idee. Oh. Ik doe me een beetje denken aan het laatste beetje van een hondje. Vaak een cornetto heb je. Wat is dat? Dat is helemaal gevuld. Het is gevuld met neppe Nutella. Oh. Oh mijn god. Ik vind dit zo lekker dat hier zou ik me misselijk aan kunnen eten. Ja, maar ik vind hem niet verkeerd. Ik vind hem lekker. Ik moet dit voor mijn eigen best wel wegleggen. Jij dacht, oh, dit wordt niks. Dit wordt hem niet. Nee, ik vind hem ook wel grappig en lekker. Tot nu toe vind ik deze het lekkers. Ja, ben het met je eens. Volgens mij heb ik deze ooit een keer gehaald, maar dat weet ik niet meer. Oh echt? Eigenlijk heb ik hem gekozen om dan de vieste te proberen en dat leek mij die met banaan. Wow, er zitten er 6 in. En hoe duur was het? Geen idee, maar niet duur. Oh, ze zijn wel mini. Wel schattig. Dat wel. Ja, ik ruik wel zo'n een bananenmilkshake. Ja, of van die bananensnoepjes. Oh ja, die vind ik heel vies trouwens. Ik niet. Ik vind hem niet verkeerd. Het smaakt letterlijk naar die snoepjes, maar dan in koekvorm. Ja, dat is het meer. Maar het is zeg maar niet een koekje wat ik graag zou willen eten. Dat is het meer. Ik vind hem niet vies. Hij klopt gewoon niet in mijn hoofd. Heb je dat ook? Dat je denkt, dit is een snoepje, maar ik eet een koekje. Dat. Maar ik vind hem wel lekker. Dus ik geef het een lekker. Ja, oké. Ik vind deze wel oké. Ja. Maar het zijn wel chille koekjes als in een kleine tussendoortje. Ja, we gaan nu voor iets zuurs. Dit zijn candy sandwiches. Lemon lime flavor. Die zien er zo uit. En dan inderdaad een soort van sandwich idee. Ik hou echt heel erg veel van zure snoep. Jij? Ja, ja? Ik heb er ook wel in. Wow, hard. Ik ben niet echt een grote lemon fan. Maar ondanks dat vind ik het wel een leuk idee. Maar ook niet heel zuur. Het is totaal niet zuur. En ik vind het laagje die erop zit niet zo lekker. Bovenste laagje. Ja. Ik vind hem niet zeg maar smerig, want ik denk de hele tijd aan die wasabi dingen. Ja, die zijn echt smerig. Maar dit is... Ik vind hem saai. Dat is het. Ik vind hem heel saai. Ik denk dat Mitchell dit mega lekker zou vinden. Geef me dat aan hem. Ja, sowieso. Maar ik denk echt nee, wat ben ik nou aan het eten? Ik denk na 1 slokje dat ik er al klaar mee ben. Mm-hmm. We hebben hier Milka. En ik wist helemaal niet dat Milka die ook had. Maar het is dus Milka geïnspireerd op kinder of zo. I guess. Milkinis. Milkini. Kijk, het doet een beetje denken aan een koetjesreep. Oh ja, het is ook precies hetzelfde binnenkant. Volgens mij is het een soort van koetjesreep. Dat komt wel helemaal. Nee, niet koetjesreep, want dat vind ik echt vies. Maar zo'n kinderriegel. Ja, volgens mij smaakt het ongeveer hetzelfde. Het smaakt heel erg hetzelfde. Ik had 1 keer dat eigen merk kinder. Mm-hmm. Dat was echt niet lekker. Hoe is het? Had ik een keer met Julia getest volgens mij, maar dit. Maar eerlijk, Milka is eigenlijk altijd goed. Ja. Milka is echt heel erg lekker. Is het nog even een plaatje te geven in mijn herinnering? Ja. Long chips. Dat is een chip. Barbecue smaak. Ja, lange chippies. En ze waren allemaal stuk. Echt? Ja. Dus deze heb ik echt van ver achter kunnen pakken. Huh? Hè? Huh? Wow, het is oprecht long chips. Oh, wat leuk. Het idee is wel erg leuk. Oh, ruikt lekker.
doe een beetje denken aan Pringles. Even lekker wasabi. Oh. Ik vind het idee wel grappig, alleen misschien een beetje te dun naar mijn mening. Hij is zeg maar net zo dun dat hij af en toe geen smaak heeft. Precies dat. Maar ik vind het idee wel heel erg leuk. Dus ik denk dat hij toch wel lekker is, want hij smaakt niet verkeerd. Zou ook kaas? Nee, ik denk dat het warm is. Ja, dacht ik ook. Oh, wel lekker snackie. Ja, toch? Ben jij een kokosfan? Lastig. Soms. Ja en nee. Niet op mij focussen. Ja. Ja. Chocola met kokos. En ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit gehad heb of zo. Ziet er zo uit. Stukjes of zo. Gekke stukjes. Eeuw. Hier, mag je die hebben. Oeh. Het knispert. Ik vind hem niet verkeerd. Ik ben niet echt een hele grote kokosfan, maar... Maar ik vind ook niet dat hij overheerst of zo. Ik vind kokos lekker, maar het moet niet overheersend zijn inderdaad. Oh, ik vind deze eigenlijk wel lekker. Maar is het puur? Dit is puur volgens mij. Oh. Blauwe verpakking is wel chocola. Ik vind hem wel lekker. Ik vind... Bleh, bleh, bleh. Ik vind hem ook onder de lekker vallen. Gelukkig. Zullen we afsluiten met een drankje? We hebben deze. En dit lijkt me eigenlijk heel erg smerig, want het ziet eruit als... Sinaasappelsap? Of nee? Ja, het ziet eruit als een bloedsinaasappel. Maar er staat op gewoon sinaasappel. Ruikt wel lekker, ruikt gewoon naar sinaas. Ja. Nou, ik vind het net wat meer smaak origina. Ja. Meer origina. Maar ook een beetje oorsmeerderig. Een beetje bitter. Oh, nee, ik heb een slok genomen, tekst. Ja. Er zit iets bitters aan. Het en daarom is het waarschijnlijk toch, denk ik, eerder een bloedsinaasappel. Want die is bitter. Dat zou kunnen. Maar dat staat er niet. Ik vind hem zeg maar niet smerig. Maar ik ben er niet zo'n grote fan van. Dus dan denk ik eerder voor de... Ik zou hem niet nog een keer halen. Dan zou ik eerder die appelsap halen. Nu met een tweede slok vind ik hem nog viezer. Omdat het echt heel erg... Hij is echt bitter. Ja. Maar mijn moeder houdt bijvoorbeeld heel erg veel van grapefruit. En die zou dat dan wel weer heel lekker vinden. Ja, nee, voor mij is het een nee. Een no-go. Oh mijn god, en dit was het gewoon. We zijn er snel doorheen gegaan. Maar aan de andere kant hoef je ook niet veel te lang over een snack. Nee, dat is ook zo. Dus lekker vlot. Eigenlijk was dit het gewoon. Dit was onze video. We zijn echt zo snel gegaan. Maar, ja. Maar ik denk dat het fijner is om naar te kijken dan dat we 10 minuten over een product hebben. Ja, denk het ook. Dus laat ons even weten of jullie dit leuk vonden. Wat lijkt jou het lekkerst hiervan? Heb je er wat van geprobeerd? Laat het weten. Doe je duimpje omhoog als je de video leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende video. Doei! Doei.